Hey mensen, welkom bij een nieuwe FIFA video. Ja, je hoort ook niet mij alleen, want ik ben met een hele speciale gast. Het is een tweede YouTuber. Ja, lijkt als ik op zijn kanaal moet gaan reageren. Nee. Ja. Ik was zaterdag was ik op de bank en ik kreeg van Christian een bericht. Check die video. En toen deed ik hem ook in de reacties. Dus, hij uploadt altijd Fortnite video's. Ik ga vandaag spelen Roda JC tegen 2007. Kijkers, Ajax is niet koploper. Hoe kan dat nou? PSV speelde gelijk, maar Ajax speelde met maar liefst 4-4 gelijk tegen Heerenveen. En papa blij, Stefan blij en jij blij. En ik hoorde jou nog schreeuwen, hè? Lijk wie dus zondag gaat winnen, Feyenoord of Ajax. Ja, ik denk niet dat de tegenstander daar wakker van ligt, hoor. Ella Lucci. Het is echt de traditionele variant met twee buitenste middenvelders. Een controleur en een aanvallend ingesteld middenvelder. Mijn broertje is vandaag de voetbalcommentator. En ik ga vandaag lekker. Ik ben vandaag vrij omdat de kap wat niet doet. Ja, en hij had normaal gesproken al op school moeten zitten, maar dat gebeurt dus niet. Hij is zaterdag met Diego mee geweest. Wat is schande? Ik doe blij dat je me genomen hebt. Nou mensen, hier ben ik weer bijna. Is dat 0-1? Dus. Ik heb pas gezet. Ja. Klopt. Kom op, pak die bal. Kom op, pak die bal. De ma. Ja. Zondag is het dan tijd voor Feyenoord Ajax. En ik ga er zaterdag ga ik video maken waarin ik erop ga reageren ook. Ambrose. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Daar is de bal. Ja! De eerste doelpunt van deze wedstrijd. En de spelers zijn door het dolle heen. Goed. Maar ze zullen het hoofd erbij moeten houden, want ze zijn er nog niet. Zonder moeite van dicht bij de goal ingewerkt. Ja, die spelen wat ver komen van de verdediging. Die laat hier toch wel een flinke steek vallen. Leuk hoor. Oei. Wie weet levert dit een kans op. Hij krijgt hem op. Goed. Nee, niet een penalty. Je moet er. Scheids. Omdat het zondag Ajax, een Feyenoord Ajax is. Je moeder is een hoer. Je moeder is een hoer. Yes! Lekker! Ja, je lekker in je moeder, in je hol peuteren. Lekker. Lekker voor je. Bitch. Hey. De bal gaat op de stip. Ja, die bal ging op de stip. Uiteindelijk hield ik hem tegen. Mooi hoor. Nee. De bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Hé. Hey. Nou ja. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Ja, zo. Ja hoor, mensen. Christian zei al dat ik het hele... Oh! Bal is over de lijn hier, hoor. De bal wordt voor het doel gebracht. Die voorzet is een prooi voor de verdediging. Die had veel dieper gemoeten. Voorzet richting die makkie voor de keeper, deze matige voorzet. No! Ja, je vindt die keeper al let op die kopbal, hoor. Ja. Oud zegt, dat is echt een geweldige reflex. En die kopbal, daar was weinig mis mee.
De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Nog steeds in balbezit. Ja! Lekker 0-2, kijkers. Lekker als je deze goal zo mooi vindt. Ja! What the fucking yeah. Ja! Nou, daar... Aan de zijkant. Ja, daar ligt de ruimte. Het staat 0-2. Ja, jullie horen het weer. Dat ik weer aan het hoesten ben. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dit is een grote kans hoor. Oh, wat lekker! Het wachten was op de strijdende pas. En die kwam ook. Joehoe! Ja. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen. Nee. Nou, nog uit handen geven. Ja. Nou, het scoren van ons begint nu al eenzijdig te worden. 0-3. Heerlijk. De tweede helft gaat van start. In de eerste helft ging het eigenlijk maar één kant op. Ja, ja. Is ook aan de stand af te lezen. Ik ben benieuwd of we in de tweede helft nog een ander beeld gaan krijgen. Hoppa! 0-4. 0-4. Hoppa. Yes, yes, yes. Joehoe! Kijkers, ik ben gewoon echt de beste in FIFA. Maar hij ook hoor. Want ik ga straks, of misschien een ander keertje, reageren op zijn video's. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Zo'n stil publiek, dat hoor je niet vaak, Jori. Ze hadden weinig reden om te juichen vandaag even. Oh, ja? Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Mogelijk een goede kans hier. Hij krijgt hem op de slag. Op oei! Ik dacht dat die bal erin zat. Nou, ik ga naar een, op een 0-4 voorsprong. Nou, ik wist wisselen. Nee. Hé, hey, Hens, kom op! Oh, hoppa! 0-5, 0-5, ja! Heerlijk, heerlijk, lekker, lekker. Ik krijg hem strafschop. Ja, ja. Nou, komt hij dan, hè? De strafschop, ik ga hem hier. Ja! 0-6. 0-6. En door de benutte strafschop staat het 0-6. Ja hoor. Ja, lekker! Nee. Lijkt als je mijn potjes van gisteren nog niet hebt gezien. Pek, Willem 2 en VV tegen Fortuna. Christian, die vond het een zo leuke video. Dat hij een like gaf. Oh, hou je bek man. Morgen is de beker. AZ ontvangt Vitesse. Woensdag ontvangt FC Twente Willem 2. En Feyenoord, Fortuna donderdag de herhaling van Ajax Heerenveen. Zo! Dat is een vrije trap. Hey,
Ik maak die geen overtreding en dan wordt dat een vrijtrap voor Roda. Het is wel terecht dat ik zo goed voorsta. Maar ik ben gewoon de beterste. La 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 la. Kom! Nee! Geen 0-7! No! Zo'n verdediger schud je niet 1-2-3 af. Ja. Oh. Het moet echt iets beter gewoon. Uitkijken nu, de tegenstander zet veel druk. Uithalen zou ik zeggen. Dat moet toch 0-7 worden. Mensen, de herhaling op VV Fortuna. Moet je even de herhaling kijken. Net als gisteren bij VV Fortuna. Had hij die bal weer van de lijn. Die zat er gewoon in. Dit is gewoon 0-7 klaar. Lijkt gewoon... Wat? Ja, en dan gewoon mijn broertje ook. Kijk. Kijk. Hoppa. Hij zat niet. Nee. Maar het gekste is ook. Hij haalt die bal weg. Waardoor ik hem niet kan inschieten. Als ik hem iets harder schiet, wordt het gewoon 0-7. Geen goede ballen. En gaat ze er zelf maar halen. Ja. Ga je maar zelf. Ga je maar zelf halen. Ik ben lekker... Bitterballen en Ajax. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Kom op. Oh, wat geweldig. Zijn schot wat laag op de trom, zo op de keeper. Van dichtbij ingeschoten. Ja, dan ben je als keeper veilig afloopt. En dat is 0-7. 0-7. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd. Nu hebben ze er weer terug. Ja, lekker. Ik boek echt grote overwinningen. Roda NAC was ook trouwens de eerste wedstrijd waarin ik... waarin het slechte spel van het eerste wegging. Toen speelde ik eerst nog slecht, maar nu... ben ik echt... goed geworden. Vrij trap maar... Ja hoor. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de bal. Drie gele kaarten en Roda 1. Oké. Okay. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ja. Uitgelezen kans om te scoren. Bal teruggelegd. Oeh! Denk ik zo. Ja. Ja, kijk dat hij die bal plaatst. Hoppa, 0-8. Daar komt hij hoor. En de invaller scoort. Ja, lekker. Kijk. Kijk dan. Hoppa. Hoppiekee. Ja. Lekker. Joehoe. 0-8. Net als NAC Ajax en Ajax de Graafschap. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Nog steeds aan het dribbelen. Dan schiet hij. Oh! Oh! Ze bouwen de spoor nog even uit. Ik moet niet schreeuwen meer. Vaak wordt de bal min of meer zonder te kijken op doel verramd. Maar hij kijkt wel en plaatst de bal schitterend langs de keeper. Ja, heel mooi schot. Technisch knap uitgevoerd. De wedstrijd is grotendeels. Ja!
Maar kijk eens voor de leuk, vind je mag, dan blauw met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou morgen weer bij een nieuwe FIFA video. Of bij een gewone video.